Oké. Ik zat vanochtend achter de computer. En opeens zie ik op Facebook voorbij komen. En ook op Twitter. Dat er in Gelderland een wolf gezien is. Nu niet een keer ergens ver weg. En lang geleden. Maar echt vanochtend. En ook nog in de buurt van waar ik zat. Dus ik ben nu op echt een ontzettend kansloze missie. Eigenlijk maar gewoon een beetje over de paden aan het rondfietsen. Wie weet kom ik de wolf nog tegen. Nou, nog geen wolf. Dat is ook een volstrekt kansloze missie. Even ter referentie. Die beesten die kunnen rustig 50 kilometer op een dag lopen. Nou ja, ga er maar aan staan. De laatste waarneming is vanochtend, die echt bevestigd is, is om 7:45 gedaan. Het is inmiddels 2:30. Dus het beest dat kan overal zitten. Voor hetzelfde geld zit hij nog nagenoeg op dezelfde plek als waar die toen gezien is om 7:45. Maar voor hetzelfde geld is hij ook echt totaal de andere kant op vertrokken. Dus het is echt zoeken naar de speld in een hooiberg. Ik heb ondertussen wel een soort, even zo gezegd, wolvenvoer gevonden. Reeën. Wolven die eten veel reeën, maar ook dingen als hazen, konijnen, klein wild. En waar de prooi zit, daar kan je natuurlijk ook wolven verwachten. Nou denk ik niet dat hier nu direct een roedel wolven op het veld zal staan. Maar potentieel zou het dus kunnen. Dus dat is wel weer heel erg gaaf. Nou, dit is natuurlijk ander wolvenvoer. Wolven die eten ook wilde zwijnen. En daar hebben we er ook best wel veel van rondlopen op de Veluwe. Dus het zou helemaal niet zo gek zijn als er een roedel wolven op de Veluwe zich zou vestigen. Nou, dat is nu nog een beetje toekomstmuziek, want wat zie je nu iedere keer gebeuren? Er zijn iedere keer waarnemingen van wolven. En dat zijn dan eigenlijk jonge dieren die uit Duitse roedels komen. En wat gebeurt er dan op een gegeven moment? Ja, net als met kinderen, die gaan het huis uit. Dus die wolven die gaan ook het huis uit. De jonge mannetjes vooral, die verlaten hun roedel en die gaan op zoek naar een eigen roedel en een eigen plek om een roedel te starten. Nou ja, en vanuit Duitsland zijn ze vanuit oosten van Duitsland steeds verder westwaarts gegaan. Dus wat krijg je dan? Want die jonge wolven, die lopen ook allemaal verder westwaarts. En wat ligt daar? Nederland en België. Ja, en het gave is dus, is dat die beesten dan hier op zoek gaan naar een territorium. Nou zijn er voor de mannetjeswolven hier nog niet zo heel veel vrouwtjeswolven. Dus dat is nog eventjes een dingetje wat zich moet ontwikkelen. Maar wat je wel ziet is dat die wolven steeds verder westwaarts zich gaan vestigen. Dus het is eigenlijk nog een kwestie van tijd voordat hier permanent de eerste wolven in Nederland zich echt gaan vestigen en hier aanwezig blijven. En ik vind dat persoonlijk een heel gaaf idee. Nou, waarom is het nou zo gaaf als die wolf weer terugkomt? Omdat er dan eigenlijk eindelijk weer een keer een echt roofdier in Nederland is. We hebben wel de vos en de das en de zeearend. Maar dat zijn toch niet de dieren die bijvoorbeeld ook reeën en edelherten en zwijnen pakken. En dat zou juist heel goed zijn als er weer een echte predator terug zou komen. Dus daarom zou ik het heel gaaf vinden voor het natuurlijk evenwicht. En moeten we dan bang zijn dat die mensen aan gaat vallen? Nou, zeker niet. Wolven zijn in principe gewoon heel schuw. Dus op het moment dat een wolf een mens aan zou vallen, dan is er echt iets mis. Dan gaat er iets niet helemaal goed. Ze zullen mensen gewoon altijd ontwijken. En daardoor is ook de kans dat je een wolf ziet, is gewoon echt minimaal. Dus ook wat ik nu aan het doen ben, ja, ik heb een heleboel wolvenvoer gezien. Maar de kans dat ik die wolf ga zien is natuurlijk echt 0,0. Dan moet je zoveel geluk hebben. Maar ja, je weet het maar nooit natuurlijk. Hè. Maar in principe zal een wolf dus altijd mensen mijden. Dus daar hoef je je geen zorgen om te maken dat er enge dingen gaan gebeuren. De kans dat je een wolf ziet is echt heel erg klein. Nou, ik ben het bos weer uit. Ik heb veel wolvenvoer gezien, maar geen wolf. Wat op zich te verwachten was, want de kans dat je zo'n beest ziet is gewoon echt minimaal. Waar die wolf vanochtend gezien is, kan hij zomaar nu alweer 30 kilometer verderop zitten. En dat kan alle kanten op zijn. Dus het is echt, het was een kansloze missie en dat is gebleken. Maar ik vind het wel ontzettend vet dat er weer een wolf aangenomen is in Nederland. En ik hoop ook dat hij zich heel snel de aankomende jaren echt in Nederland gaat vestigen. Dat zou echt een aanwinst zijn voor de Nederlandse natuur. Dat zou echt ontzettend kicken zijn.